Ja, zijn deelname aan de cabaretvoorstelling De Lulverhalen smaakte naar meer. En nu is Mark de Hond te zien in de theaters met zijn solovoorstelling Scherven brengen geluk. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Jora. Ja, hallo. Ja, jij moet zo optreden in het M-Lab. Ja. En het gaat heel goed, hè, die try-outs van jou. Nou, er zitten echt wel veel mensen en het is gewoon echt zo super gaaf. Het was vanaf dat ik heel klein was, was het mijn droom om in het theater te gaan. En nou ja, dat komt nu uit. En het is, ik heb nu pas een paar voorstellingen gedaan, maar het is echt zo vet. En je voorstelling, dat weten waarschijnlijk mensen wel. Vanwege een medische fout zit je in een rolstoel en daar gaat je voorstelling Scherf gebrengen geluk ook over. En hoe heb je dat nou verwerkt? Want ja, is het om te lachen of ja? Nou, er zitten stukken in die zijn inderdaad om te lachen. Maar je zegt nu net inderdaad hoe ik dan in mijn rolstoel terecht ben gekomen. Maar dat verhaal vertel ik dus niet meer. Dus ik begin de voorstelling met te vertellen dat mijn dwarslesie en ik 12,5 jaar bij elkaar zijn. Dus dan vieren we ons koperen jubileum en dan gaat de zaal voor mij zingen. En voor mijn dwarslesie natuurlijk ook. En dan vertel ik dat ik niet meer vertel wat er met me gebeurd is. Maar ik kom dan wel allemaal mensen tegen die aan mij vragen wat er met me gebeurd is. En die ga ik allemaal een ander verhaal vertellen, maar niet het echte. Dus ik heb gewoon allemaal alternatieve manieren om in een rolstoel te komen, ga ik vertellen. En dan kom ik opeens terug in de tijd en lig ik toch weer in het revalidatiecentrum. En dan ga ik vertellen hoe ik vanuit die situatie weer gelukkig ben geworden. Nou, dat klinkt wel als een heel interessant stuk. Best wel een originele invalshoek. Ik kan me ook wel voorstellen op het moment dat je in een rolstoel zit en er komen altijd die vragen, dat je op een gegeven moment denkt, nou, ik ga eens een keer een ander verhaal vertellen. Want op een gegeven moment ben je er zelf natuurlijk ook... Nou, ik moest er niet aan denken om nu weer 2 jaar te gaan vertellen wat er in het ziekenhuis allemaal mis is gegaan. Het is gewoon, dat verhaal ben ik klaar mee. En nu is het eigenlijk... Kijk, je moet je voorstellen, als je een dwarslesie krijgt, het begin is afschuwelijk, daarna is het wennen. En daarna wordt het gewoon weer leuk. Wat dat betreft is het krijgen van een dwarslesie echt precies het omgekeerde van een huwelijk. Leuk, ja, dat is nou gat in je zegt. Ja, dat heb ik in mijn voorstelling natuurlijk nog niet gehad. Nee, die is goed, die is goed. Oké, hou ik erin. Ja, hou die er maar in. Die is erg raak. En ik denk voor veel mensen ook herkenbaar. Dat ze denken, oké. Ja, dat vrees ik ook. Dat heel veel mensen denken, oh, ik had niet moeten gaan trouwen. Ik had een dwarslesie moeten precies, nemen. Precies, dat ze zo de zaal uitlopen. Nou, echt. Ja, dat is wel, ja, nee, je hebt een fijne zelfspot. Dat is altijd goed. Dat is ook wel fijn. Het is gewoon ook heel erg louterend om gewoon alle dingen waar ik me al die jaren voor geschaamd heb. Ik heb een scène met wild katheteriseren, dat ga ik vertellen. Seks met meisjes, terwijl ik op dat moment mijn piemel niet kon voelen. Gewoon al die dingen waar je dan jaren voor geschaamd hebt. Gewoon van, weet je, ik ga het gewoon vertellen. De hele zaal moet erom lachen. En dat voelt het zo, ja, dat voelt gewoon bevrijdend. Nou ja, goed, je weet het zelf. Ja, dat is waar het theater gewoon voor is. Ja, nou ja, en die droom komt dus voor jou nu uit. Ja, en elke avond de eerste rij vol met mensen in een rolstoel die het wel willen horen. Ja, dat is natuurlijk ook. Je hebt ook je eigen publiek natuurlijk. Ik heb mijn eigen publiek, ik ben een Frans Bauer van het theater. Ja. Hey, en nog even over je regie, want dat heeft Sylvester Swaneveld gedaan. Hoe kwam je bij hem terecht? In De Lulverhalen zat ik met allerlei hele leuke mannen waarmee ik dus ook heb mogen optreden. En toen kwam ik met Sylvester en toen had ik het erover dat ik idee had om mijn eigen voorstelling te gaan doen. En het klikte enorm. En ik vond wat hij bij Arie en Sylvester altijd deed en ook in zijn solovoorstellingen, dat hij altijd visueel heel sterk was. En ik dacht dat het voor mij wel belangrijk was om ook met audiovisuele dingen wat te doen om de voorstelling te versterken. En dat was eigenlijk de eerste reden dat ik met hem in zee wilde gaan. Maar daarna bleek hij ook gewoon inhoudelijk ook echt een hele goede regisseur te zijn. Die ook gewoon zelfs ook het serieuze gedeelte van mijn verhaal ook heel goed gecoacht heeft om dat te vertalen. Hm. Nou, goed om te horen. 19 maart is de première? In Amstelveen, ja. En kunnen mensen daar nog naartoe? Nee, uitverkocht. Uitverkocht. Dus, ik ga nog het hele land door. Er komt ook nog een reprise. Dus als mensen willen komen, echt super vet. Je eindigt in Carré zo te horen, als het zo doorgaat. Nou, dat zou heel gaaf zijn. Maar mijn droom, het theater in te gaan en dat het nu ook relatief kleine zaaltjes zijn ook, dat is al super gaaf. En het was in principe voor de bedoeling om dit 1 jaar te doen. En we zien het wel, als het echt zo vol blijft zitten en iedereen het leuk vindt en ik het ook zo leuk vind, dan komt er misschien al wel een keer een 2e jaar. Nou, goed zo, Mark. Heel veel succes. En dankjewel. Ik zie je vast wel weer. Ja, zeker. Graag. Oké, doei. Dag.